Meer dan 700 hardlopers liepen vandaag door de Zak van Zuid-Beveland de 12e editie van de Grote Zakloop. De Vlissinger Remy Vasseur was in Nisse de snelste op de halve marathon. Vorig jaar won Vasseur ook al. Ik had me een beetje verkeken op het parcours, want ik had mee vrij hard gelopen als zij wint. En dan lopen zij toch in een groepje en dan kun je toch wel iets meer schuilen. En ik alleen, ja, wil niet zeggen dat het beter is, maar ik merkte wel dat dat wel kracht kostte. En vooral het laatste stuk tegenwind had ik het niet meer zo breed. Sylvia Verhoeven uit Etten-Leur was de snelste bij de vrouwen. Tjitte van den Buis finishte als eerste bij de mannen op de 7,5 kilometer. Annette van der Linden pakte de eerste plaats bij de vrouwen.